We hebben vandaag het hele subtropisch zwembad voor onszelf. En hier hebben ze allemaal regels. Wij gaan alle regels hier verbreken. Mees? Wacht even. Nou, dat is regel 1. Let op, het is niet toegestaan om van de hoge kant te springen. Hey! Alles wat wij doen in deze video, mogen jullie niet nadoen. Het is dus absoluut verboden om te rennen op de trap. We moeten toch naar boven, let's go! Het is dus verboden om een andere glijhouding aan te houden. Ja, dus je moet zitten. Oké. Het is verboden om met deze banden van de wildwaterbaan af te gaan. Let's go! Oké, jongens, één challenge. Je mag niet van de band afvallen. Ik heb geen band meer. Met één band mag je natuurlijk wel van de glijbaan. Ik denk niet dat ze het goedkeuren als met 10 banden van de glijbaan. Ja, hou jij steken? Oh! Ik ga bijna onderuit. Ik hou zo vast. Ik ga bijna onderuit. Oké. Eigenlijk bij alle glijbaan in Nederland mag je maar met één iemand tegelijk van de glijbaan af. Oké, wacht. Ja, nee. Deze moet je nog even zien doen, maar dan met z'n vieren inhaken. We moeten even nadenken hoe we dit gaan doen. Ja, we gaan allemaal de benen van hard af. Ja, en wij moeten dan hier. Jij moet Mees weer pakken. Timo is achter, je pakt het. Jij Mees? Oké. Oké. Nog één keertje dan. Om te lopen of te springen in de wildwaterbaan. We gaan het natuurlijk weer even uitlessen. Jongens, lopen wie als eerst beneden is en je mag niet glijden. Alleen maar rennen en maar springen. Lopen. Wessel, we zijn nog niet begonnen, kom. Dat mag ook niet. Hey. Je mag niet omhoog lopen. Ik vraag me ook echt zwaar af waarom dit niet mag, maar ik denk dat ik de reden wel weet. Veiligheid geven. 3, 2, 1, go. Ik had hem ook! Oh, dit werkt ook nog echt over. Ik kan niet sneller. Oh, ik sta nu ook harder. Hey, hoe rem je dan? Als we eenmaal gaan is leuk, maar ik sta niet hoe we nu moeten remmen. Het is dus verboden om de wildwaterbaan via de andere kant te doen. Dus we gaan kijken wie als eerst vanaf dit punt is helemaal naar het begin kunt. Oké, go! Dekkel! Dekkel!
Daar komen de laatkomers. Holy shit, man. Dit is echt oprecht zwaar. Het is echt bizar. Ik laat ze even alleen. We maken een drive-on. Dit is zo nutteloos ook. Het is niet toegestaan om in het buitenbad te duiken. Damien, doe maar niet. Dead time. Het is hier ook maar 1,40 diep, dus je stoot ook zo met je kop op de grond. Het is ook echt diep, inderdaad. Het is dus niet toegestaan om vanuit de binnenkant van de waterglijbaan uit de waterglijbaan te klimmen. Hey! Dit mag niet, hè? Laatste waarschuwing, ga je eruit. Het is dus nog steeds niet toegestaan om met meerdere banden van de glijbaan af te gaan. We hebben nog een leuk ideetje om te proberen. Oh, dit gaat sowieso fout. Ik heb wel eens domme ideeën bedacht. Ja, ik zit. Nou. Ja, Wessel. Ja. Hoe voel je je? Beknel. Help hem om achterover. Hij is nu al misgegaan. Pijn op mijn buik, dat mag ook niet. Mees gaat het toch nog één keer proberen om met zoveel mogelijk banden van de glijbaan af te gaan. Dan gaan jullie eerst maar. Jij mag hier niet aan zitten, nee. We hebben ooit bij een ander zwembad op ons kop gekregen dat we niet mochten buikschuiven op deze pijnlijke vloer. Ik snap ook wel waarom. Hier is het al vast genoeg. Even een schuiveltje. Oh, maar bij deze vloer moet je dat niet doen. Ik snap wel waarom ze zeiden dat ze dat niet moesten doen. Wil ik je? Nee. Deze doet echt zin. Nee. Mijn vader is er ook bij en hij is jarig vandaag, maar helaas is alle lol afgelopen uitgeschoten. Van de ouderen moet je het leren. Van de ouderen moet je het leren. Dan gaan wij het ook doen. Jullie moeten natuurlijk wel even allemaal mijn vader feliciteren in de comments. Als je mijn vader feliciteert, krijg je ook van mij een hartje, beloofd. Iedereen, maar ook echt iedereen. De glijbaan is momenteel gesloten en er stroomt ook geen water. Helemaal geen water. Wie wil er een keer zonder water glijden? Hallo. Hallo. Nou, dit is heel vet. Oh, jezus, nou we komen juist snel, hoor. Oh, mijn god. Kom weer. Hey, kom op! Nee, ik heb een Timo. We hebben momenteel alle regels verbroken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Zo ja, doe dan even een duimpje omhoog. En als je hier komt, doe het vooral niet na, want het mag niet. Dan word je uit het zwembad gezet. Net als ik meestal uit het zwembad geramd.